Schande voor je volk en je geloof, jongen. Wat hè? Wat hè? Maar die verstaan misschien of wat? Oros Puchoju. Dat is te lang. Peach. Hey, ma. Hey, gast. Wat, hè? Als ik van u was, dan zou ik dat kot hier maar sluiten. Anders doe ik het wel, hè? Vuil hoer. Wat is de sletje? Hè? Heb je dat nu gezien? Heb je dat gezien? Iedereen loopt hier voorbij, niemand die iets doet. Lafaards. De laatste paar maanden is er een stijging van het aantal gevallen van homofoob geweld door Marokkanen. Je kan dus stellen dat islam en homofobie niet goed samengaan. Wel, naar het schijnt inderdaad is dat niet zo... Hoe moet ik dat zeggen? Het is naar het schijnt inderdaad taboe. Ik heb er niet zoveel ervaring mee, omdat ik niet deel uitmaak uit een Turkse gemeenschap of zo. Ik ben opgegroeid in Turkije zelf. En ik heb er natuurlijk wel schrik voor in de zin van, ik hoop dat iedereen gewoon kan zien dat het gaat hier over een film en over een mooi liefdesverhaal. In plaats van de homoseksualiteit als main theme, zullen we maar zeggen. Ik vind het gewoon een prachtig liefdesverhaal. Voor mij is het dat. Dus ik hoop inderdaad dat mensen dat ook kunnen zien. En het is gewoon heel duidelijk dat dat een moeilijk punt is. En net zoals dat er ook heel veel Vlaamse mensen zijn die daar een heel moeilijk punt van maken. En ik heb mij daar niet echt speciaal op voorbereid of voor geïnformeerd. Ik informeer mij nu veel meer naar hoe dat die reacties zullen zijn. Volg mij en doe mij na. Merd! Dief! Dieven! Hey, wat is je probleem, ouwe zak? Dief! Je hebt mijn pruim gestolen! Noem je dat voorkeur een dief? Dief! Poeh, nou, dat is een loyo eigenlijk. Is dat uw pruim? Yeah. In Mixkebab gaat de broer van Ibrahim bij een extremistische moslimorganisatie. De uitspraken die zij doen lijken zeer hard op soortgelijke uitspraken die Sharia for Belgium over homoseksualiteit heeft gedaan. Ten eerste, Sharia for Belgium is totaal van de pot gerukte idioten. Hoeveel zijn ze met vier? Ja, belachelijk. En de aandacht, als ik evenveel aandacht zou krijgen als die gasten, nou, dan zou ik zeggen, nou, dat is meegenomen. Maar nee, dat is natuurlijk totaal belachelijk. Hè. Maar je hebt natuurlijk van die gekken overal. Hè. In de islam zie je dat heel veel. Er moet maar één imam iets roepen en hop, zo'n sms'en en dat was heel slecht. En wie heeft u dat gezegd dat dat haram is? Oh, wat staat in de Koran? Staat er niks in de Koran? Come on. Ik heb nog nooit zoveel gelegenheids-homoseksuelen gezien als in de islamitische wereld. Omdat ze niet aan de vrouwen mogen komen. Dus, en dan doen ze het met elkaar. Niet dat ze echt als homo geboren zijn, maar ze zeggen, oh, oké, lekker poepje, moet kunnen. Dus dat is belachelijk. Dus bij ons er is veel meer homoseksualiteit daar. Misschien daarom dat de profeet zegt, dat moet je grazen met dat poepneuken. Misschien is dat zoiets geweest in die context van toon, dat iedereen er maar aan het aanrammen was. Hè. Zeg toch iets. Zeg dat die foto's getruckeerd zijn. Oké, de foto's zijn getruckeerd. Ik ga een goede man worden voor Elif en ik ga je nog meer kleinkinderen schenken. Zie je wel? Ah nee. Je hebt het toch altijd al geweten? Maar je gaat toch trouwen, hè? Dit hier, dat blijft gewoon onder ons. Nee, ik ben wie ik ben. Als je één ding kunt zeggen, is dat Gili Thijs in zijn films de directe confrontatie niet uit de weg gaat. Zijn vorige film Casablanca lokte heel wat reacties uit. En ook bij Mixkebab zouden wel eens hevige reacties kunnen komen. In Casablanca hadden we het grote voordeel, moet ik wel zeggen, want daardoor is de film bekend geworden, dat Abu Jaja heel zwaar, hij had de film trouwens niet gezien, heel zwaar tegen de film is beginnen te fulmineren en met al zijn jongeren, krapul gewoon. Ook de bioscoop ging bestoken. Dan is er honderd brigade erop afgestuurd om dat te bewaken. Er waren op de laatavondvoorstelling was de politie in Burger en zo. Doodsbedreiging heb ik veel gehad. Een bepaalde interview met Robbe de Hert in Borgerhout in de Roma.
Er was politiebewaking bij en zo. Ja, dat is dezelfde organisatie. Jongens, toch? Ik kan... Die zeggen, nee, nee. Maar dat was allemaal voor de dood van Theo van Gogh natuurlijk. Dus ik geloofde er allemaal niet. Theo van Gogh wordt dan een paar jaar later op klaarlichte dag om 9 uur 's ochtends vermoord. Ja, dan begon je natuurlijk wel even te denken van, oh shit, dat had bij mij ook kunnen gebeuren eigenlijk. Hier weet ik het niet, wat er hier gaat gebeuren van reactie. Je hebt natuurlijk Antwerpen-Noord, waar heel vervelende Turken wonen, moet ik zeggen. Heel lastige mensen, die werkelijk zo echt in een dorp van 1950 nog zitten, van een bergdorp ergens. Ik noem dat de bergturken. Je hebt de stadsturken, de bergturken en de kustturken. Dus de kust en de stadsturken, allemaal oké, okay, maar de bergturken, dat is wat anders. Daar zullen ook wel leuke mensen tussen zijn, maar... Goh, ik denk dat er een dubbele laag ligt op wat er gereageerd kan worden. Je hebt in eerste instantie bij elke film de discussie, is het een goede film of is het geen goede film? En ik denk, vermits dat het de film van Gili Thijs is, dat er sowieso grondig over gediscussieerd gaat worden. En langs de andere kant, en ik vrees dat die discussie... Nee, ik hoop, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ik hoop dat die discussie groter zal worden als de discussie over dat dat nu al dan niet een goede film is. Gaan we over het thema en over de vertegenwoordiging eigenlijk van dat thema. Want je legt een situatie op tafel via film. En het zou geen Gili Thijs film zijn als het puur een verhaaltje is. Het is wel letterlijk iets aankaarten in wat heel maatschappelijk relevant is. Ja, maar nee, ik laat de realiteit zien zoals ik het zie en zoals die er ook wel is, denk ik. En dan moet je gewoon... als je buiten komt, dan moet het zo zijn dat als je homo bent in een islamitisch milieu, dat je kan zeggen, papa, mama, kijk eens naar die film. Ah ja, en dan kijk je en zeg je, dat ben ik. Oeps. Dat zou wel leuk zijn, vind ik. En vooral de anderen, dan zien ze tenminste hoe dat een maatschappij in elkaar zit. En niet met de slogan van Vlaam Blok of van de N-VA of van Aandacht Vlaams gedoe. Ik word er dus echt gek van. Antwerpen is nooit een Vlaamse stad geweest. Het was in de tijd van Rubens al multicultureel. Ja, ik bedoel, waar hebben we het eigenlijk over? Dat die mensen eens beseffen dat hun heimat, hun Vlaamse heimat, al lang niet meer bestaat. Of nooit bestaan heeft misschien zelfs. Nooit bestaan heeft. En dat ze blij mogen zijn dat je die multi-etniciteit hier hebt. Ben ik Brahim, Turkum. En ik ben homo. Zeg, als je gedaan hebt met fikvakken, kun je dan eens aan de commandos werken, alstublieft. Ze klappen over u. Maar de vallen homo zit jij, hoor. Wat zo snel, je laat ze weer. Wat moet je? Je moet door nu aan mijn meid. Wat bedoel je, een soort uithuwelijking of wat? Cheers. Ik ben wie ik ben. Ik heb maar één leven en ik ga dat niet open voor aan de schone schijn. Çık git bu evden. Seni bir daha görmeyeceğim. Sen benim için yoksun. Benim bir tek oğlum var. O da Fürkan. Kesin sen benim için ne? Bu arada doğa da gel. Zaten hep peşini yürü. Voor mij is niets oké. Frank. Laat me los. Nu. Jij geeft mij een drijfbrek, jongen! Kevin, ja. Het is genoeg geweest. Oh, mijn los. Deze kebab is vanaf 29 februari te zien in de bioscoop. Jeannette!